Hallo Waterman, leuk dat je kijkt naar deze Astro Tarot voorspelling voor februari 2016. Ook deze maand werk ik weer met de Rider W-Tarot en daar ga ik dadelijk voor jou specifiek als Waterman de kaarten van schudden. En dan haal ik er 3 uit die een tendens aangeven voor de komende maand of jouw inzicht of advies kunnen geven. En ja, het is altijd fijn als je daar je voordeel mee kunt doen als Waterman. Daarna trek ik ook nog een dolfijnkaartje. Dat is een soort spreuk of affirmatie die de reading eigenlijk afsluit en nog een beetje de puntjes op de i zet specifiek voor jou. Nou, zoals gezegd schud ik dus de kaarten van de Rider W-Tarot en haal ik er dadelijk 3 uit die specifiek voor jou van toepassing zijn. En dat doe ik meestal op gevoel van, nou ja, toeval bestaat niet. En als ik voel dat ik klaar ben met schudden, zoals ik nu ben, dan weet ik dat de juiste kaarten voor jou op tafel komen. Nou, dat zijn in dit geval deze 3 kaarten. Nou, dan lijkt voor jou een hele nieuwe fase aan te komen, een hele nieuwe ronde. Ik denk dat jij in januari bepaalde projecten hebt afgerond of je hebt gewoon een situatie die is op de een of andere manier afgerond. En deze maand krijg je dan de kans om opnieuw aan de slag te gaan. Nou, dit kan dus met een relatie te maken hebben, dit kan met werk te maken hebben, dat kan met vriendschappen van alles te maken hebben. Maar op de een of andere manier laat je een bepaalde chaos, laat je een bepaalde roerige tijd of een roerig persoon laat je achter je. En krijg je deze maand dus alle gelegenheid en kans om een nieuw vaarwater op te zoeken, om het zo maar te zeggen. Het kan ook zomaar zijn dat je aan een nieuwe baan begint of dat je een nieuwe vriendschap of een nieuwe liefde treft. Want ja, juist de wereld en de middelste, de dwaas, dat zijn de eerste en de laatste kaart van de grote arcana. Dus ze geven aan dat je een cyclus hebt afgerond en tegelijkertijd dat je met een nieuwe cyclus gaat beginnen. Het kan ook met je persoonlijke ontwikkeling te maken hebben, dat je heel veel ervaring en wijsheid en kennis hebt opgedaan. En dat je dat nu gaat toepassen in februari, dat je er nu iets mee gaat doen. Of dat je een studie hebt afgerond en dat je nu klaar bent om daar daadwerkelijk iets mee te gaan doen. Het is wel belangrijk dat je daarin dus ook echt bewust een keuze maakt. Want zwaarde die zegt wel van, nou ja, je moet wel ergens bewust een keuze in maken. Dus zeg ook tegen jezelf, oké, dit is klaar, dit is geweest, dat is afgerond. Hoe ga ik het nu neerzetten? Hoe ga ik nu de dingen op een nieuw vaarwater brengen? Want als je maar zit af te wachten en je doet niks, ja, dan kan er ook niet veel veranderen. Maar op het moment dat jij die keuze maakt, die bewuste keuze van verandering, nou ja, dan gaat er een hele nieuwe wereld voor je open. Dan gaat er een nieuwe fase beginnen, een hele nieuwe ontwikkeling kan van de grond komen. Of zelfs een nieuwe relatie of een nieuwe vriendschap. Dus ik ben heel benieuwd voor jou als Waterman hoe dit zich gaat ontwikkelen de komende maand. Maar ja, het ziet er in ieder geval heel veelbelovend uit als jij zelf ook bewust ervan bent dat je een bepaalde fase gaat afsluiten. En dat er nieuwe dingen op je pad kunnen komen. Dus ik zou zeggen, omarm het en ga ervoor. Natuurlijk hoort daar ook een dolfijnkaartje bij die ik ook voor jou ga schudden en trekken. En dat is, oordeel niet, want jij weet niet waarom iemand doet zoals hij doet. Ja, nou, dat kan een toegevoegde advies zijn voor wat je de komende maand te wachten staat. Iedereen is anders. Jij als Waterman bent sowieso iemand die geen kuddedier is, die graag de dingen op zijn manier doet. En zo is niet iedereen. En iedereen is uniek op zijn of haar manier en ook al begrijp je niet waarom iemand iets doet. Dat geeft helemaal niet. Als je dat accepteert en respecteert, zullen anderen jou ook accepteren en respecteren voor wie jij bent. En jij gaat je eigen weg, jij doet je eigen ding, zeker de komende maand, hè, omdat je dan weer een nieuwe fase ingaat. En ja, dat zal misschien ook niet iedereen begrijpen of kunnen volgen, dus doe dat ook bij een ander niet. Want ja, dan schiet je niks meer op en brengt je ook verder helemaal niks.
Nou, ik wens je natuurlijk een hele fijne maand februari toe. Heb je zoiets van, nou, ik wil toch heel graag zelf leren om met de kaarten om te gaan. Of ik wil gewoon weten wat ze alle 78 betekenen. Nou, dan kun je overwegen om mijn boek te kopen, Tarot voor Beginners. Of je volgt een cursus of workshop, die starten deze maand ook speciaal voor beginners. Nou, wil je daar meer informatie over? Alles is te vinden onderaan dit filmpje. Vind je deze filmpjes leuk? Nou, dan hoor ik dat natuurlijk heel erg graag volgens een reactie of een duimpje omhoog. Is het leuk als je je abonneert op mijn YouTube-kanaal? Of je kunt ook mijn Facebookpagina Praktijk Esther van Heerenbeek liken. En daar vind je ook de hele maand door nog allerlei leuke wetenswaardigheden over astrologie, tarot en numerologie. En elke week trek ik daar ook een weekkaart die een mooie aanvulling kan zijn op de voorspellingen die je via mijn filmpjes iedere maand ziet. Dus, nou ja, misschien zie ik je dus op de een of andere manier terug, of lees ik iets van je, of hoor ik iets van je. Voor nu wil ik je heel erg hartelijk bedanken voor het kijken. Een hele goede en positieve maand toegewenst en graag tot in maart. Doei!